Na 7 wedstrijden op rij niet gewonnen te hebben, boekte Almere City FC afgelopen maandag eindelijk weer een overwinning in de keukenkampioendivisie. De ploeg van Gert-Jan Verbeek won in Helmond met 2-1 van Helmond Sport. Maar makkelijk ging dat allemaal niet en dus is het nog veel te vroeg om te zeggen dat het lek boven is. Almere's willen in ieder geval zondagmiddag thuis tegen ADO Den Haag voortborduren op die overwinning in Brabant. Trainer Gert-Jan Verbeek heeft wel weer te maken met de nodige personele problemen. Zo kan hij niet beschikken over routinier Jorrit Smeets en ontbreekt de eerste doelman Michael Wout vanwege ziekte. Almere City werkte zaterdagmorgen een ontspannen training af in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen ADO. Volgens trainer Gert-Jan Verbeek heeft de overwinning in Helmond zijn ploeg goed gedaan. In ieder geval was het een keer weer een beetje euforie. Hè? Een leukere terugreis kun je niet bedenken als je met 2-1 gewonnen hebt. En ook de wijze waarop zijn we met name het eerste half uur, daar kunnen we best goed met goed genoegen op terugkijken. En daarna hebben we weliswaar op karakter de voorsprong weten te handhaven tot het eind toe. En dat is ook wat waard. Voor centrale verdediger Ramon Lewin is de wedstrijd tegen ADO Den Haag een speciale, omdat hij van 2010 tot 2013 in de Hofstad actief was. Ja, het is altijd leuk om een oude ploeg te ontmoeten. Dus ik heb daar een mooie tijd gehad. En dat is wat je zegt is leuk. Ja, wat zijn jouw mooiste herinneringen daar? Ja, wij hebben toen een heel fantastisch jaar gehad. In mijn eerste jaar bij ADO hadden we Europees voetbal. Heel veel gespeeld, dus dat was wel het allermooiste jaar, ja. Ramon Lewin! Het huidige ADO Den Haag, wat voor ploeg is dat? Ja, wel een denk ik, vechtploeg met karakter ook erin. En wel een ploeg volgens mij dat het publiek graag ziet. Dus ze doen het ook wel vrij aardig. Ja. Er komt hier een oude bekende op bezoek, hè? Die bonkige spits, Thomas Verheid. Hoe gaan jullie die aan de ketting leggen? Ja, dat is een speler die ik minder goed ken. Voor mij heb ik nooit tegen hem gespeeld. Maar hij heeft hier goede cijfers laten zien. Ook dit jaar is hij weer op schot volgens mij. Dus iedereen weet zijn kwaliteit. Hij is sterk, kopsterk. Hij gaat het duel fel aan. Dus we zullen klaar moeten zijn voor een strijd morgen met hem. Routinier Jorrit Smeets viel afgelopen maandag tegen Helmond Sport uit vanwege duizeligheid. En moet de wedstrijd tegen ADO nu missen. Ja, Jorrit heeft nu een aantal keren achter elkaar iets met zijn hoofd gehad. Ja, dan gaat op een gegeven moment de dokter er... een besluit nemen om hem in het protocol van een hersenschudding neer te zetten. Dat betekent dat je 6 dagen gewoon niks mag doen. Hij had ook wat druk achter de ogen. Nou, dat is gewoon geen goed teken. En pas als hij geen klachten meer heeft, mag hij weer gaan belast worden. En dan gaan we kijken naar de eerstvolgende wedstrijd. Ook de eerste doelman, Michael Wout, is niet inzetbaar tegen ADO. Wat heeft hij? Ziek, ja, griep, koorts, zere keel. Dus, maar geen corona? Hij heeft een zelftest gedaan, die was negatief en we gaan nu nog een PCR-test noemen ze dat geloof ik, gaan we hem laten doen. Maar daar heeft niet alles schijn, hij heeft gewoon echt een verschijnsel van griep. En dus keept waarschijnlijk deze Agil Etemadi. Faris Hamouti, die tegen Helmond Sport uitviel met kramp, is gewoon inzetbaar. En dan nog centrumspits Jonas Arweiler, die afgelopen maandag eindelijk zijn visitekaartje afgaf. Met 2 prima spitse goals. Ja, zeker. Uit spits is het natuurlijk goed om te spelen, maar het belangrijkste is om te scoren. En als je scoort, dan krijg je vertrouwen. En dan krijgt misschien het team ook meer vertrouwen, omdat ze weten dat de spits staat die scoort. Ook Arweiler heeft een verleden in Den Haag. Hij werd vorig seizoen door FC Utrecht verhuurd aan ADO en degradeerde uiteindelijk met die club uit de Eredivisie. Ja, speciaal in die zin omdat het afgelopen seizoen natuurlijk niet heel goed ging voor ons. Plus door corona mocht ik ook nooit in het stadion voor het publiek spelen. Dat maakt het alles een beetje bijzonders. Omdat morgen het stadion redelijk vol zit, denk ik. Of hoop ik ook. En het is natuurlijk speciaal om tegen ADO te spelen. Nu in de keukenkampioendivisie. Maar ik ben speler van Almere en... Ik wil mogen winnen, ik wil 3 punten pakken. De thuiswedstrijd tegen ADO begint zondagmiddag al om 12:15.